chocolade-insecten. Ik weet niet of ik dit in mijn mond moet stoppen hoor. Vegan garnalen. Sorry, maar ik ging echt kopmalsen. Hallo lieve mensen. In het experiment van deze week ga ik allemaal nieuwe dingen eten. Dit is al vaker door jullie aangevraagd. En aangezien ik helemaal voor het nieuwe dingen proberen ben, daar gaat tenslotte mijn hele YouTube kanaal over, vond ik dit een top idee. Daarnaast wil ik natuurlijk ook graag bewijzen dat je als vegetariër echt niet alleen maar kaasfondue hoeft te eten en kaas en vlees, kan wel. Maar dat er nog zoveel meer te ontdekken is, ook ik die al heel lang geen vlees en vis meer eet. We zijn zo geneigd om onze eigen vertrouwde recepten maar constant te blijven maken. Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet, dat zei mijn moeder altijd. En zeker met zo'n snel groeiende voedingsindustrie is er vast nog heel veel dat ik niet heb gegeten. Misschien mis ik wel iets in mijn leven. Dat heb ik geweten. Kijk maar. Wij zitten in de auto. Dat hoor je misschien niet zo goed, want onze auto is natuurlijk elektrisch. We rennen met een elektrische auto in de regen. Ik maak me daar toch zorgen om. Worden wij straks zo'n krantenkop? Ja. Idioten rijden met elektrische auto in regen en zijn nu kipnuggets. Ja, het onweert ook nog eens, dus auto, ja. Ergens spannend. Wel spannend. Ja. Anyways, wij zijn op weg naar Veggie for You in Den Haag. Echt een kutnaam hoor. Ja, het is wel een beetje een kutnaam. Maar dat is een geweldige winkel. Want daar hebben ze dus alleen maar vega en vegan spullen die je nergens anders kunt krijgen. Echt unieke dingen uit Amerika en uit, nou, weet ik veel waar. Dingen uit Suriname en Indonesië ook. Ook inderdaad. Maar natuurlijk een fantastische winkel voor deze challenge, want daar ga ik echt wel nieuwe dingen vinden. Ja, ja. My friend, I make veggie for you, yes? Luister even naar de stilte. Ik ben één tel binnen en ik word alweer helemaal gek. Ik wil alles hebben. We beginnen nu eerst even met een broodje vega vlees. En dan gaan we shoppen. Allemaal wel leuk. Maar hoop van die vegan shit gaat echt wel te ver hoor. Ik heb twee broodjes gehaald. Ik ga broodjes halen bij deze man. De man maakt awesome broodjes. Ja, en ik heb voor 70 euro aan allerlei dingen gekocht. En ik kan echt niet wachten om alles te proberen. De eerste is een soort van vegan salty caramel magnum-achtig ijsje. Ik wil nog een broodje. Terwijl ik een broodje aan het eten ben, wil ik mijn volgende broodje. Mmm. Dat is wel goed hoor. Dit is wel heel erg lekker. Lekker? Ja. Het is mooi, want als mijn broodje op is, heb ik er ook zo een. Jam, jam. Oké, Max, jouw uitgebreide analyse, waar smaakt die naar? Meer gewoon. De chocola is heel erg puur, maar wel heel lekker. En daardoor contrasteert het heel erg met die superzoete karamel. En dat is minder commercieel dan een Magnum of een Ola dat gedaan zou hebben. En dat vond ik wel goed. Ja. I like it. I like it a lot. Raars. Nou, ik ben niet zo'n hele gekke insecteneter bijvoorbeeld. Maar kalshersentjes bijvoorbeeld. Is dat best wel raar? Dat vind ik best wel lekker. Ik eet dat nu al heel lang niet meer, maar vroeger altijd wel eens. Ik denk een van de raarste dingen die ik ooit gegeten heb, zie je over 2, 3, 8 minuten in deze video. Oké, even een snelle. Wat heb ik nou allemaal gekocht? Het meest rare, denk ik, is nog wel deze halve kip. Dit is gewoon, ja, het is gewoon een halve kip. Het lijkt erop. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Hij moet de vriezer in. Dan deze Indiase, denk ik. Ja, ik heb echt geen idee wat het is. Maar iets van brood met een soort van vulling. Met spinazie. Er staat op healthy. Dus het zal dan wel zijn. Oh ja, Indian bread. Dan heb ik twee soorten kaas. Dit is een soort van feta en dit is een soort van, ja, normale kaas, denk ik, achtig. Ik heb een blik met jackfruit. Daar moet ik nog iets spannends mee bedenken. Vegan mayonaise. Agar-agar. Want, of noem je dat zo? Ik hoor altijd dat mensen dit gebruiken om pudding en zo te maken, denk ik. Ik eet eigenlijk nooit pudding. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit heb gekocht. Dan heb ik vega tonijn. Wat er ook echt heel bijzonder uitziet. Ik hou op zich niet eens echt van tonijn. Want zeker zo'n tonijn uit blik vind ik allemaal kattenvoer smaken. Ik weet niet, ben ik de enige? Laat het me even weten als jij dat ook vindt. Want ja, ik vind het gewoon echt kattenvoer. Ik
Hoop dat ik dit lekker vind, anders is het zonde. Dan heb ik een vegetarische mushroom. Mushroom. Oyster sauce. Vegan garnalen. En het ziet er ook gewoon echt uit als garnalen. Ook weer heel erg benieuwd naar. Dit heeft Max erin gegooid. Dat, ik weet niet wat dit is. Vegan koebonbon. Nog iets wat Max erin heeft gegooid blijkbaar. Meatless vegan jerky. Soy Texas barbecue. Kaasflavor om mac and cheese te maken. Nom 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 nom. Soja jerky, nog meer Max boodschappen. Jesus, wat heb je allemaal erin gestopt? Oké, dan het allerlekkerste vegan chocola wat er is. Dit is echt te gek. Deze, die waren ook in de aanbieding. Dat is, ja, dat zijn gewoon kant-en-klare Indian maaltijden. Wat wel handig is als je even snel iets wil eten. Even snel wil opwarmen. Best goed te doen. En tenslotte heb ik nog een potje edelgistvlokken. Want dat gebruiken we best wel vaak over pasta. Of ja, eigenlijk ook wel over gewoon groenten, prutjes, gerechten. Ja, dus dat is altijd handig. Dat was het. En vanavond ga ik de gamba's denk ik klaarmaken. Want daar ben ik het meest benieuwd naar. Dus daar ga ik een soort van klassiek knoflook gamba's-achtig gerecht mee maken. Oké, de moment of truth. Truth. Het was heel snel klaar. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik vind het zo. Ik vind het echt. Oh, qua structuur lijkt het wel. Het ruikt niet als gamba's. Structuur is best wel spot on. Ja, toch? Ja. Maar heel raar, geen gamba's te eten eigenlijk. Het smaakt echt best wel naar gamba's. Ja, ik ga er even nog zo vermoed. Ik heb het echt heel lang niet gegeten, maar het smaakt echt naar gamba's. Ja. Hoe iets anders gamba's. Als je vegan bent en je mist gamba's in je leven, dan is het echt wel... Dit doet het wel. Ja. Goed alcoholvrij biertje is het. Zo, ik heb net heel leuk samen met Jet een video geschoten voor Bondewel hier in de keuken. En we moesten een groenteomelet maken. Nou, dat was natuurlijk niet heel nieuw of vernieuwend. Wel heel erg lekker. Dus ik moet nog iets bedenken wat ik vandaag als nieuws ga eten. En Jet had het net over gefrituurd ijs. Dat klinkt wel heel spannend. Nou, over nieuwe dingen proberen gesproken. Deze kleine doerak, die gaat zo voor het eerst geknipt worden. Of geschoren zelfs. En dat gaat ze echt niet leuk vinden. Oh. Nou, deze knappe kat hoeft helemaal niet geschoren te worden. Nee, maar ze is wel helemaal knap en gekamd. En waarom praat ik met zo'n lullig stemmetje? Ja, ik zou er ook wat van vinden. Anyways, vandaag misschien niet iets super spannends, maar ik heb het in ieder geval nog nooit gelezen. Heb nog nooit gelezen. Gegeten? Jij wel, Max? Ja. Het is namelijk pindasoep. Pindasoep. En jij hebt het gemaakt. Ja, ik heb het helemaal zelf gedaan met een beetje hulp van de Ecoplaza. Ecoplaza sponsor ons. En was het moeilijk om te maken? Nee, niet moeilijk, maar ik heb altijd stress van koken. Dus ik vond het moeilijk zat. Oké. Ik vind het wel heel lekker hoor. What says you? Ja? Je moet wel van pinda's houden. Maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al bedacht als je pinda's hebt. Pindasoep smaakt naar pinda's. Well done. Ja. De raarste wat ik ooit heb gegeten is een chocoladesprinkhaan. En dat vond ik eigenlijk best wel lekker. Dat is gewoon chocolade, heel knapperig. Maar toen had ik nog niet plantaardig. Dus dat zou ik nu niet meer eten. Vissenogen in Japan, in Tokio. Vandaag ben ik wederom nieuwe dingen aan het proberen. Ik zet de trend gewoon lekker door. Want ik heb mijn eerste covershoot. Samen met 5 hele leuke meiden. Sanne van Living the Green Life. Lisa van Lisa Goes Vegan. Merel en Tessa van The Green Happiness. En Milou de Pijn van Women's Health, onder andere. Gaan we samen de cover versieren van Vegan Magazine. Echt heel erg tof. Het gaat zo beginnen, denk ik. Ik heb al een mooi outfitje aan. Ja,
Het is wel spannend. Ik laat jullie natuurlijk het eindresultaat zien. En het komt sowieso op Instagram. Dus volg me daar natuurlijk als je dat nog niet doet. Dat. Zo, de shoot zit erop. We hebben ook hier buiten en zo geschoten. Het ziet er allemaal niet mooi uit, maar geloof me, het wordt mooi. Ik heb al wat resultaten gezien. Ik heb wel echt de hele dag zo'n zeer hoofd. Alsof echt mijn hoofd tussen een bankdruk zit. Echt zo. En ik ga echt kapot van de pijn. Dus ik ga lekker naar huis en ik ga helemaal niks meer doen vandaag. Ik ga ook niet meer filmen, denk ik, want... ik heb echt het gevoel alsof ik helemaal scheel kijk. Maar goed, dit was echt een hele leuke, toffe ervaring. Geweldige fotograaf en superleuk team. En ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat en de cover. En ja, ik ben heel benieuwd wat jullie er ook van vinden. Nou, ik was ooit in China helemaal alleen aan het reizen. En ik heb daar een aantal Chinese jongens leren kennen. En die zeiden... ga mee lekker eten op een markt. Daar heb ik dingen gegeten waarvan ik niet weet wat het is. En het eigenlijk ook niet wil eten. Weten eten. Nee, eigenlijk allebei. Oké, ik heb dus een foto geplaatst op Instagram met de vraag wat ik allemaal nog aan nieuwe dingen moet proberen volgens jullie. En heel veel mensen zeiden de nieuwe veggie burgers van de McDonald's. Nu ben ik in de buurt, ik hou niet van McDonald's, maar laten we dit maar doen dan. Toch, Max? Ik hou ook echt niet van McDonald's. Oké. Ik ben benieuwd, jongens. Ja, want we hebben twee verschillende soorten, toch, zeiden? Ja. Let je wel van dat je geen troep maakt met mijn auto? Dit is de burger. Hier zit een burger onder. Tadaa. Er zit alleen wel een plakje kaas op, zie ik. Wat meteen de burger niet meer vegan maakt natuurlijk. Ik heb gehoord dat de vorige groenteburger van de McDonald's wel vegan was. Dus dat is wel een stap achteruit. Max de Vries late night favorite hoor. Als je er net een 3 biertje te veel op hebt. Ik vind het allemaal... Allemaal niet veel? Nee. Ik vind deze brood ook gewoon niet lekker en ik vind het gewoon... Nee. Brood? Top dat jullie vegan opties maken, McDonald's, maar... maakt het niet lekker. Nee? Vandaag is een thuiswerkdag, zoals je misschien wel kan zien. En een mooi moment om iets nieuws weer te proberen. Ik ga op jullie aanraden zeewierpasta proberen. Ja, ik lees echt wat jullie allemaal zeggen op Instagram. Alles lees ik, kan niet overal op reageren. Maar... dit ga ik dus proberen. Dat was gewoon bij de Appie. Het kost wel echt iets van 5 euro of zo was het, Max. Vind ik best wel veel voor gewoon een zakje pasta. Waarvan ik eigenlijk ook niet echt hoge verwachtingen heb. Voor saus heb ik ook iets wat ik nieuw in de winkel zag. Namelijk deze gehaktballetjes, vegetarische gehaktballetjes van de vegetarische slager. In tomatensaus van Unox. Dat is natuurlijk, ja... is het slecht? Ik weet het echt niet. Nou, er zit heel veel troep in. Ik zou hem niet aanraden. Maar misschien is hij wel lekker. Oh, wat een loeft. Oh, dit stinkt. Oh mijn god, echt. Oh, ik krijg helemaal kokhalsneigingen. Ik weet niet of ik dit in mijn mond moet stoppen hoor. Jongens, ik overdrijf niet. Als ik echt... als ik zeg dat ik echt kots en kotsmisselijk ben van deze loeft. Het is echt heel erg. Het is niet een... Het ruikt echt naar een rottende visafslag of zo. Ja, Er is letterlijk niks aan deze geur wat het een goed idee maakt om het in je mond te stoppen. Echt. Nee. Oké. Wil jij eerst, Max? Zal ik bite the bullet? Het smaakt niet zo heftig als dat het ruikt. Maar hier ruikt niks lekker aan. Oké. De structuur is nog redelijk pasta-ig, maar... sorry, maar ik ging echt kokhalzen. Ja. Gaan we dit dan misschien tot zover nieuwe dingen proberen? God. Ik kook even heel snel echte spaghetti en dan vliegen we dit. Hey jongens, bedankt hiervoor. Never again.
Zo, terwijl ik afsluit mijn laatste beproeving. En namelijk deze chocolade insecten. Ik ben inmiddels in San Francisco en ik heb dit gekocht als grapje voor een vriendin die het hier heel vaak over heeft. Maar het zelf nog nooit geprobeerd heeft. Maar dat leek me een goede mee af te sluiten. Ik heb van alles gegeten afgelopen week. Van hele grote successen naar... Oh mijn god, dit is het goorste wat er is. Ik neem in ieder geval weer voor om vaker nieuwe dingen te proberen. Laat even achter in de comments wat het raarste is dat jij hebt gegeten. Bedankt voor het kijken. Eet smakelijk. Het is dat je in je hoofd weet dat het een insect is. Maar verder is het gewoon een soort van krokant chocolaatje. Maar doordat je dat in je hoofd weet, vind ik het toch geen succes hoor. Nee. Nee. Nee.